Vlaamse leerlingen kunnen elk jaar slechter rekenen. En ook voor wetenschappen en lezen zakken we op de internationale ranglijsten. Is dat omdat er veel te veel gefocust wordt op het welbevinden van de leerlingen en te weinig aandacht gaat naar het echte lesgeven, zoals sommigen zeggen? Leren leerlingen tegenwoordig niks meer omdat het allemaal plezant moet zijn? Wat zegt de wetenschap? Tot zo'n 50 jaar geleden was de norm dat er vooraan in de klas een juf of meester stond die nieuwe leerstof uitlegt. De leerlingen zwijgen, luisteren en maken daarna in stilte oefeningen. Dat was een zogenaamd one-size-fits-all-model. De hele klas kreeg op dezelfde manier les, waarbij leerlingen zelf relatief weinig betrokken werden. Iemand die niet mee kon, die kreeg al snel de stempel van dom te zijn. Stilaan besefte men dat het belangrijk is om meer te vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen. Dat leerlingen best ook zelf op onderzoek gaan en zelf vragen stellen. En dat de leerkracht ook soms wat speelser en dynamischer mag lesgeven als hij of zij de leerlingen gemotiveerd en geïnteresseerd wil houden. Lessen werden ook meer op maat van verschillende leerlingen gemaakt. Of, in pedagogentaal, er werd meer rekening gehouden met individuele leernoden. Er werd gedifferentieerd. Want niet alle leerlingen in dezelfde klas hebben dezelfde interesses of dezelfde voorkennis. En dus worden de lessen hieraan aangepast, zodat iedereen kan volgen. Leerlingen die bijvoorbeeld al goed begrijpen hoe je sommen moet maken, kunnen meteen aan de oefeningen beginnen, terwijl anderen eerst nog wat extra uitleg krijgen. Studies tonen namelijk aan dat als leerkrachten differentiëren, dat de leerlingen vaak meer gemotiveerd zijn, vaak meer betrokken zijn en dat bij sommigen de resultaten ook beter zijn. Daarnaast wordt er de laatste decennia ook meer rekening gehouden met het welbevinden van de leerlingen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat leerlingen die zich niet goed voelen in de klas ook minder efficiënt zullen leren. En dus is het belangrijk dat leerkrachten genoeg aandacht besteden aan de sfeer in de klas en aan hoe leerlingen zich voelen. Naar school gaan, dat moet ook plezant zijn. Maar waarom scoren Vlaamse leerlingen dan elk jaar slechter op internationale testen? Volgens critici gaat er te veel aandacht naar welbevinden, naar het plezant maken van lessen en naar een te persoonlijke aanpak. Dat plezieriger maken van het onderwijs noemen sommigen de pretpedagogie. En dat zou de oorzaak zijn van de daling van het niveau. Men heeft dat klassikaal leren losgelaten, die kennisoverdracht losgelaten. Op weg naar die eindtermen. Het is allemaal verschoven naar de pretpedagogie. Vaardigheden, het moet leuk zijn, het moet plezant zijn. Je hebt het toch gehoord? Want door al dat differentiëren en door het zelf laten ontdekken van interesses, zou de leerkracht weinig tijd en aandacht hebben voor het echte lesgeven. En de critici hebben hiervoor ook enkele wetenschappelijke argumenten. Want uit onderzoek blijkt dat een goede basiskennis er ook voor zorgt dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en beter studeren. En hebben ze gelijk? Is er te veel aandacht voor welzijn en te weinig voor kennis? Het antwoord is uiteraard niet zo eenvoudig. Want de waarheid is dat we niet precies weten waardoor het niveau van de leerlingen daalt. Ligt het aan de pretpedagogie? Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat leerkrachten zich vandaag niet meer bezighouden met kennisoverdracht. Die pretpedagogie is maar een hypothese. Het is dus geen garantie dat als leerlingen weer puur klassiek les krijgen, dat de kwaliteit van ons onderwijs en het niveau van de leerlingen weer zou stijgen. En het is niet omdat de daling van het niveau samenvalt met meer aandacht voor binnenklasdifferentiatie en welzijn, dat dat ook de oorzaak is. Anderzijds weten we ook nog niet alles over het effect van binnenklasdifferentiatie en aandacht voor welzijn. Studies zijn vaak gericht op één specifieke werkvorm, één specifieke groep van leerlingen of één specifiek vak. Men heeft bijvoorbeeld uitgezocht wat het aanbieden van andere lesinhoud voor hoogbegaafden in het vak wiskunde doet. Dat is op zich interessant, maar nog niet genoeg om meer algemene uitspraken te doen over differentiatie bij wiskunde. Daarnaast zijn er ook nog andere theorieën over de daling van onderwijskwaliteit. Sommige onderwijskundigen denken dat de invoering van de eindtermen, eind jaren 90, hiervoor misschien wel verantwoordelijk is. In de eindtermen staat wat de leerlingen minstens moeten kunnen. Maar dat wordt door sommige leerkrachten niet zo gezien. En de eindtermen, dat is een minimumlat. En dat wij eigenlijk onvoldoende alle andere leerlingen nog uitdagen. Zij leggen de lat nu soms te laag, terwijl heel wat leerlingen veel meer kunnen. En dus, wat is nu de conclusie? Meer klassiek onderwijs of niet? Want nu gaat het niveau achteruit.
Persoonlijk pleit ik voor meer nuance in dit debat. Het is al te simpel om het huidige onderwijssysteem volledig overboord te gooien omdat leerlingen in testen minder goed presteren dan vroeger. Je kan trouwens ook niet teruggaan naar het verleden. Het onderwijs, de klassen, zien er namelijk niet meer hetzelfde uit als enkele decennia terug. De diversiteit tussen leerlingen is enorm toegenomen. En men houdt nu veel meer rekening met leerbeperkingen, zoals bijvoorbeeld dyslexie. Iets wat ook belangrijk is, de afgelopen jaren moesten leerkrachten steeds inclusiever lesgeven. Ze moeten aandacht hebben voor alle bijzondere noden, maar zijn hier vaak niet genoeg voor opgeleid. Ze krijgen ook veel te weinig bijscholing. Bovendien moeten leerkrachten zich de laatste jaren met zoveel andere taken en administratie bezighouden dat ze zich soms te weinig kunnen focussen op lesgeven. Trouwens, in heel wat scholen wordt er eigenlijk nog heel klassiek lesgegeven. Dus daar kunnen die nieuwere onderwijsmodellen niet de oorzaak zijn van het dalen van het niveau. En ook, het is natuurlijk niet zo dat er vroeger helemaal niet gedifferentieerd werd en dat vandaag alleen maar alles plezant moet zijn. Met wat we enerzijds weten uit studies, maar anderzijds beseffend dat we nog heel veel dingen niet weten, pleit ik dan ook voor een gezonde mix van beide werelden. Er moet aandacht zijn voor kennisoverdracht en voor welbevinden van de leerling. Een one-size-fits-all model, dat werkt niet. Dat ligt vast. Dus nee, zeggen dat de pretpedagogie het onderwijsniveau heeft doen dalen, dat is veel te kort door de bocht. Er bestaat gewoon geen absolute aanpak die werkt voor iedereen. Maar veel verschillende aanpakken kunnen wel samenwerken in onderwijs. En dit betekent daarom niet dat klassiek lesgeven volledig geschrapt moet worden uit ons onderwijs. Dus hoe leren leerlingen het meest? Het is een kwestie van het juiste middel op het juiste moment inzetten. Je moet als leerkracht niet alles in een TikTok-filmpje gieten om het plezanter te maken, maar het kan wel goed zijn om wiskunde te geven met voorbeelden op basis van leerlingen hun interesses. Of de ene les kan je klassikaal geven, de andere les in groep of dan weer individueel. Variatie hierin is voor mij een sleutelwoord. Dat zegt de wetenschap.